Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Vorige week heb ik niet gevlogd, want ik had natuurlijk wat extra vanwege vakantie en dat soort dingen had ik extra vlogs. Dus toen heb ik een weekje vrij gehad. Achteraf dacht ik, was wel jammer dat ik dat die week had gekozen. Dat kwam puur zo uit, omdat ik gewoon het vergeten was. Dacht ik van, oh, dan kan ik maar meteen deze week inlossen. Maar ik had eigenlijk een heel leuk weekend. Zo was ik bijvoorbeeld een nacht alleen met Niels. En dat was echt heel gezellig. Ja, niet de nacht hoor, de nacht kon je nog gaan slapen. Maar samen zijn we gymkleren, want Niels gaat bijna naar school. Gymkleren gaan kopen. Vooral de gymschoenen durfde ik niet zonder hem te gaan kopen, want zijn voeten groeien immens. En zijn we daarna samen naar de film gegaan. Dat was hartstikke leuk. En sowieso allemaal leuke dingen dat weekend. Dus en dat kwam niet gefilmd. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Dit weekend zijn we er weer. Ik heb net make-up erop gedaan. En vanavond, of mama komt zo, die was gisteren jarig. Dus die gaan we even zien. En vanavond komen vrienden van ons eten. Super gezellig, heel veel zin in. Morgen hadden we eigenlijk nog met mijn nicht en haar kinderen afgesproken. Maar ik weet niet of dat doorgaat. In ieder geval gaan we morgen even taart eten bij mijn ouders voor mijn moeders verjaardag. En zondag gaan we de kids naar mijn schoonouders brengen. Want Sven is een paar dagen weg met zijn werk. En mijn schoonouders gaan verhuizen. Dus het was wel leuk als de kids daar nog een keertje in het oude huis gingen logeren. Dus dat gaan we doen. Dat is het eigenlijk een beetje voor dit weekend. Vandaag staat volgens mij wel regen op het menu, maar ik wil eigenlijk wel even naar een andere speeltuin toe met de kids. Maar als het inderdaad heel regenachtig is, dan gaan we misschien even naar een winkelcentrum toe. Want ik wil eventjes ook bakjes voor Niels voor mee naar school en zo. Want hij heeft wel een lunchbox, maar hij moet ook voor een 12 uurtje en zo mee. Dus dat gaan we doen. Dus ja, dat is een beetje de dag van vandaag volgens mij. Dus ik neem jullie mee. Ik heb mijn borstel gejat. Ik was halverwege mijn haarkammen. Toen wilde zij mijn borstel. Hi. Hi. Wat heb je allemaal bij je? Blokje, oh. Oh, Poes, ja. Yeah. Poes je mouw. Wat zit er nog meer in? Toch? Wat is dat? Hond. Is het op? Nou, doe ze er maar weer in dan, hè. Ja, dat is ook een soort van poes. Ja, moet het boekje er ook weer in? Ja, maar ik kan er wel tegelijk in, denk ik hoor. Nou, moet dat eerst weer uit. Nou, ga jij even lekker bezig. Mag mijn haar dan weer komen. Volgens mij heel weinig gefilmd vandaag. Ik ben even het laatste dingetje aan het opruimen en klaarzetten voor onze vrienden die zo komen. Even iets anders aangetrokken. En Niels heeft voor een filmpje. Ik denk dat ik één en zo vast wat eten ga geven. Ik denk niet dat hij anders vol had. Even kijken. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb mijn mascara overal. Ik heb deze kleine meid die is ook aan het bellen of mee opmaken. Ik heb alleen gisteren helemaal niks meer gefilmd. Ik had de camera echt hier naast me staan. Ik ben het gewoon vergeten. Het was zo'n gezellige avond dat ik gewoon, vergeten ben. Wat gebeurt er? Vandaag gaan wij zo sporten met Niels en ik ga Eden meenemen in de hoop dat ze wakker blijft. Dat we er één slaapje laten doen. Dan gaan we daarna even taart eten bij mijn mama.
voor de birthday. En dan ga ik vanavond ook nog daarheen. Gewoon borrelen met vrienden en familie van mijn ouders. Maar dan zonder de kids. Ja, dat is een beetje plan. Zo, hoofdpijn. Het is echt iets van de laatste dagen. Dat ik echt hier en hier echt heel hoofdpijn heb. Want het doet er verder niet toe. Aan de lader leggen, mijn laptop. Want ik ga eventjes mijn artikel of mijn vlog voor morgen online zetten. Of tenminste, ik moet hem even afmaken. Ik had ook helemaal in mijn hoofd. Ja, dat doe ik dan zaterdagavond. Maar dat kan natuurlijk niet, want ik heb vandaag pas verjaardag. Dus dat moet ik nu even doen. Sven is met Niels naar de Eco Plaza. En Ede ligt te slapen. We hebben haar vandaag één slaapje gaan we haar laten doen. Altijd een beetje tricky. Want op de opvang doen ze dat nu altijd. Dat betekent dat ze op de andere dagen eigenlijk moeier is, dus dat het lastiger is. Maar ja, als je maar genoeg zeg maar, entertainment biedt, dan wil het wel eens lukken. Meestal doen we het niet, ook omdat het ons niet zoveel uitmaakt. Alleen nu was het gewoon wel handig. Omdat we zo nog even naar mijn ouders gaan. Dus we dachten, ja, dat is eigenlijk wel prima. En morgen zou het ook wel handig zijn. Dus we dachten, laten we maar een weekendje proberen. En het zal een beetje omhangen. Ja, weet je, de ene keer doen we het wel, de andere keer doen we het niet. Maar goed, nu lukte het. We zijn meegeweest met Niels naar de gym. Superleuk, Ede vond het ook heel leuk. En ik vond het ook heel leuk om Niels ook gewoon even zo te zien. Want ja, meestal gaat Sven natuurlijk mee. Omdat ik normaal gesproken sport dan. Maar goed. Dus dat was wel heel leuk. En nu ligt zij dus op bed. En als zij terug zijn en zij wakker is, dan gaan we. Dus ik moet nu even snel aan de slag. Ik heb eerst even het huis aan kant gemaakt, anders word ik ook wel onrustig. Dus dit ziet er weer een beetje leefbaar uit. En dan ga ik nu snel aan de slag. Oké, nieuwe milestone. Sven en Niels waren dus boodschappen gaan doen, maar er was iets niet bij Eco Plaza en ook niet bij Albert Heijn waar die was. Dus hij wilde nu nog even naar ander Albert Heijn of naar Coop, maar dan zijn we nooit zelfs of zo. Maar hij had net het zitje, het fietszitje weer naar mijn fiets gezet. Alleen Niels wilde toch graag mee. Dus nu is Niels op zijn eigen fiets naast papa aan het fietsen op straat. Dat is voor het eerst. Dat is natuurlijk hartstikke spannend, dus dit kost me 10 jaar van mijn leven. Maar goed, hij kan super goed fietsen. Dat is niet het probleem. Hij kan echt al heel lang goed fietsen. Nou, voor wie mij langer volgt, weet dat ook. Alleen, het verkeersinzicht, dat... op zich heeft hij dat ook wel. Alleen, hij is gewoon een dromer. Dus hij, ja... Dus zeg maar, dat vind ik echt... Echt deelnemen aan het verkeer vind ik nog persoonlijk wel een uitdaging. Maar het is nu een heel klein stukje. Het is over een fietspad... en het is gewoon natuurlijk met Sven. Het is niet dat we in zijn eentje op pad sturen. Dus ja, dat is wel eventjes een nieuw dingetje. Eden is net wakker. Dat betekent dat we zo naar mijn ouders gaan. Ik ben nog even snel de video online aan het zetten. Want ik was wel bijna klaar, maar nog niet helemaal. Dus dat ben ik nu nog even snel aan het doen. Zodat als de mannen terugkomen, dat we gewoon kunnen gaan. Ik vind het heel spannend. Ik hoop dat ik hoorde dat ik hier hard had. Is dat Niels? Maar het was niet zo. Oké. Ik weet dat ik geprobeerd ben. En zoals jullie misschien wel zien, loopt Eden echt als een... Papa? Papa komt zo. Als een tierenlier. Dat is echt niet normaal. Die is echt... Wil ook alleen nog maar staan en lopen. Zitten is echt niet haar ding. Ze wil gewoon go, go, go. Maar goed, ze kan dus ook mega goed zelf spelen. En nu zit ze ook weer te kletsen en met poppetjes en een torentje. En... Hoor je? Gaat alles weer af. Hartstikke idee. Oh.
Schat, er nog wat aan, zat er nog wat aan je hand? Oh, wordt dat nu de nieuwe sport? Haha. Applaus, zeker. Applaus. Kijk, ook zal zien. Ja. Oh. Ja, Troela. Ik heb even nieuwe schoentjes voor jou, want deze worden ook alweer te krap. Deze zijn trouwens wel heel fijn. Daar loopt ze echt heel fijn op die Bobux Jo-puur heet ze of zoiets. Jotpuur. Nou, in ieder geval van Bobux. Ik heb ze nu al aangedaan omdat ik zo de deur uit ga. Maar in principe thuis probeer ik altijd wel op blote voeten of sloffen te lopen. Deze. Maar goed, ik dacht we gaan toch zo. Dus ik doe ze nu. Ja, oh, dat is niet zo handig. Hè? Nee. Nee. Zo, nu moet je niet met de, ja, met de doos mag je spelen. Zeker. Zeker. Papa. Papa? Oh. Dit. Zo. Wil je kijken, smakelijk eten. Ja, daarmee wil je die rest van het hebben. Nou, dit is mijn outfit. Nee, het gaat gaan regenen, dus ik ga nu snel de deur uit naar mama, maar ik neem mijn camera niet mee, want mensen van mama's leeftijd begrijpen het over het algemeen denk ik niet. Dus ik zie jullie zo meteen de vorige ochtend weer. Ik heb trouwens wel iets leuks aan, hoor. Dat zie je niet, maar ik heb een glitterjurkje aan van My Jewelry. Dus dat heb ik aan en ik heb ook een trui overheen. Want regio is niet zo warm, maar ik dacht toen regio's aan, want het schijnt te gaan regenen. Kom. Zo, ik heb net gesport. En ze is nu net met de kids in Zwolle. Dus alles loopt gestroomlijnd. Nu even de was in de droger doen. Ik heb niet meer was liggen, maar stapje voor stapje. Van één was zit al in de droger. Dan gaan we nu de droger zeg maar, met twee wassen aanzetten. Dat is een interessante informatiekring. Vertel me meer, vertel me meer. Goed, ja, dat dus. En we gaan zoiets leuks doen, maar daarover later meer. Ik ga eerst even douchen en ik denk dat ik toch mijn haar ga wassen. Goed, ook leuk om te weten. Nou, we zijn weer herenigd. Sven die moest nog halverwege de route terug, moest hij weer omkeren omdat de autostoeltjes nog in de auto stonden. Dus is niet zo heel erg handig. Dus die heeft een lekker dagje erop zitten. We zijn nu even onderweg naar een zaak voor vloeren, want woehoe, we hebben een huis gekocht. Yeah. Yeah. En nou ja, we zijn toevallig laatst al voor een keuken en een badkamer geweest. Maar toen was ik even vergeten de kamer mee te nemen en had ik jullie ook nog niet verteld dat dit zo was. Dus, maar nu neem ik jullie wel mee. We gaan nu echt puur even kijken. We gaan een PVC voornemen, tenminste dat weten we vrij zeker. Misschien beneden nog iets anders, maar we willen eventjes kijken hoe gietvloerlook in betonlook zeg maar er bij PVC uitziet. Dus dat gaan we nu eventjes doen. We wilden eigenlijk ergens heen, maar er stond dat ze aan het verbouwen waren. Dus we gaan nu naar de woonboulevard en kijken of ze daar dan iets hebben. Dus ja, we gaan jullie meenemen in het hele proces. Het is nieuwbouw, dus het gaat nog even duren. Dus, maar ja, alle voorbereidingen ga ik jullie een beetje meenemen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ja, wij hebben er heel veel zin in. Wij hebben natuurlijk nu geen buiten. En dat was de belangrijkste reden voor onze wens voor een nieuw huis. En met het nieuwe huis hebben we twee buitens. Dus dat is heel fijn. En nou ja, verder gewoon wat meer ruimte. Niet dat we nu te klagen hebben over ruimte, maar nou, dat was een mooie bijkomstigheid. Dus hartstikke leuk, heel veel zin in. We zijn al lekker met Pinterest en zo bezig. En ja, de keuken en de badkamer hebben ook al wel ideeën bij. Maar het is natuurlijk allemaal nog eerste stuin. Dus we hebben nog genoeg tijd om erover na te denken. En nu op naar een woon. Of een vloer, iets. Dit is een beetje de kleur die we wel heel mooi vinden.
Pure heet. Het is niet te zien hoor. Het is een beetje een houtlook, maar dan anders. Nou, tenminste, een houtlook, maar dan een beetje grijs. Maar wel iets warmer dan gewoon grijs. We hebben ook zitten kijken naar betonlook, maar dat is allemaal met van die naden en dat willen we gewoon niet. Ja, zo zijn we een beetje aan het rondkijken. Nou, het is allemaal klik, we moeten geen klik hebben, hebben we begrepen. We willen ook geen zwemmen, misschien nog een visgaat, maar ik wil geen visgaat. Dat ik niet kijken, was goed, maar kijk. Al dit soort dingen ga je dus gewoon echt naden zien. Dit vind ik wel te geel. Dat vind ik ook sowieso te onrustig. Ja, die vind ik weer een beetje grijs. Te grijzig, maar leg maar eens ernaast. Ja, het valt weg. Dat andere brengt echt leven. Nou, wij zijn weer terug. We hebben in ieder geval een heel duidelijk beeld van wat voor soort kleur we hebben. We zijn nog naar een andere zaak geweest. Maar de meningen, zeg maar, of je het moet laten, of je klik moet kiezen of verlijmen, die zijn nogal verdeeld. Mocht iemand ervaring hebben met PVC-vloeren, wat zou je aanraden? Want wij hebben dus warm en koud, zeg maar, vloer. Dus vloerverwarming en vloerverkoeling. En ze zeiden, voor de beste geleiding kan je het beste verlijmen. Maar ja, de vloer werkt, dus je gaat kieren krijgen, zei de ander. Dus nou, wij weten het niet. Mocht je een PVC-vloer hebben, let me know wat je aan zou raden. En voor beneden willen we ook nog kijken naar epoxyvloeren. Dus dat is een soort gietvloer, maar dan anders. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Als je tips hebt, let me know. Verder hebben we heel veel VT-woners, want mijn ouders hebben ook een huis gekocht. Dus ik had mijn moeder, nog voordat wij een huis hadden gekocht, dat ik abonnementje op de VT-woner geef, of ik had VT-woner gegeven, of een abonnementje, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, sindsdien heeft ze steeds die VT-woners. Maar nu krijgen wij ze dus ook. Dat is wel heel handig. Dus daar zitten we lekker in te kijken en een beetje inspiratie op te doen. En natuurlijk dus heel veel Pinterest. En ik wil nog even kijken, want ik weet dat je ook online moodboards kan maken. En daar ben ik eigenlijk wel in geïnteresseerd. Maar ik vind ook gewoon knippen en plakken wel leuk. Mijn moeder had een soort gewoon een A3 formaat ringbandje. Dat is ook nog wel leuk. Dus goed, dat is allemaal voor later. Maar het is wel heel leuk om mee bezig te zijn. We hebben dit huis ook nieuw gekocht. Dus er stond nog niks toen wij dit kochten. Maar bij dit huis, we zagen de verkoopfolder. En we sloegen hem open op de pagina van deze kamer. En we waren direct verliefd. En als je de folder ziet en je ziet ons huis, dan zie je de gelijkenissen behoorlijk. Hebben we ook een boek, maar dat is, daar zijn we ook zeker verliefd op het huis, maar dat is niet, zeg maar, dat we bij elke ruimte meteen een helemaal een beeld hebben hoe we het willen. Dus we hebben hier gewoon iets meer, zijn we nog aan het nadenken over hoe en wat, maar ook heel leuk. Dus, wat voor kleur keuken, wat voor, en je wil tijdloos, maar je wil ook natuurlijk wel gewoon, ja, iets gaafs, dus, nou, leuk. En je hebt natuurlijk ook nog een budgetje. Dus het is allemaal heel, heel spannend. En houden we ons even mee bezig. Dus daar ga ik jullie in ieder geval in meenemen. Heel veel zin in. Goedemorgen, het is maandag. Nou, eigenlijk is het al bijna middag. Ik heb vanmorgen nog even wat gewerkt. En ik heb de rest van de dag geblokt. Ik dacht, als er niks belangrijks tussenkomt, dan ga ik wat opruimmissies en zo doen. Dus daar ga ik nu mee beginnen in de badkamer. Ik ging nog wel even allemaal wassen, want ik ben ook wassen aan het dryen ondertussen. Maar goed, dat doet het niet zo. Want ik ga deze kast even opruimen. En schoonmaken. Heel veel nagellakjes zijn gewoon niet meer goed. Dus dan moet ik even filteren. En dit ga ik ook even filteren. Ik heb maar even een trui binnenste buiten in de wasbak gelegd, zodat ik al die lakjes erop kan leggen. Dan kan ik het ook even goed schoonmaken allemaal. En dan werk ik gewoon from the top down. En deze kant is helemaal klaar. Ik zie dat allemaal die kleine parfumflesjes in een zakje zitten. Die heb ik nu in een potje wat door Elin beschilderd is neergezet. Nou,
Sessa. Oh ja, dit zijn speeltjes voor Mittens. We spelen altijd in de badkamer met Mittens en dan gooien we met die dingen rond. Die is klaar, op naar de volgende. Dat is meer van mij. De rest is van Sven hoor, daar alleen mijn nagellak is van mij. Maar... Oké. En deze is ook weer schoon en opgeruimd. Maar goed, het blijft nog steeds vol. But I love it. Oké. Nou is het enige probleem dat alle vuilnispakken bij ons klem zitten buiten. Dus ik weet niet precies waar ik het geladen heb. Maar goed, het was een heel ander verhaal. Ik ga nu lunchen, want het is al 12:30. Ik heb honger als een paard. Ik ben even aan het koken. Ik dacht namelijk, wat zal ik eens nemen voor lunch? Dacht ik, als ik nou gewoon de pasta die ik vanavond ga eten, heb ik eigenlijk 2 porties voor. Als ik die nou gewoon vanavond, zeg maar nu al maak. En dat ik hem dan nu en vanavond eet. Maar dan wil ik hem nu eten met deze, herrie's de afzagkap, met deze rode linzenpennen. En dan vanavond denk ik met gewone pasta. Dus dat ga ik nu doen. Een pasta met ui, knoflook, cherrytomaatjes, parmaham, parmezaan en kookroom. Meestal gebruik ik sojakookroom, maar die hadden ze niet nu. Toevallig was hij niet leverbaar op het moment dat ik het nodig had. Dus nu heb ik gewone kookroom. Maar goed, maakt nu niet zoveel uit. Want ik ben toch thuis. En als ik opzet, dan is het meer ongemak dan dat het verder een probleem oplevert in de wereld. Dus dat ga ik doen. En dan heb ik, hoef ik het vanavond even maar op te warmen. Slim! Was opgehangen, ben lekker bezig. Allemaal van die klusjes waar ik steeds niet aan toe kwam, ben ik nu aan het doen. Dus dat voelt wel heel goed. Het voelt ook wel alsof ik niks aan het doen ben, zeg maar. Omdat het niet van die dingen zijn die echt haast hadden. Maar wel zeg maar, die steeds op mijn lijstje stonden. Dus lekker om die te kunnen afstrepen. Zoals mijn oude telefoon verkopen. Weet je, dat soort nutteloze dingen. Maar goed, die wel moeten gebeuren. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik heb net Sven uitgezwaaid. Die vliegt zo... over 2 uur, bijna 3 uur, vliegt hij naar Portugal. Dus die is onderweg naar Schiphol. En ja, ik zal sowieso even mijn schoonouders appen hoe het met de kindjes gaat. Maar volgens mij wat hebben we goed. Dus. Ik heb nog even wat gewerkt en toen ben ik even naar buiten gegaan. Want 2 missies waarvan ik de 1 echt finaal vergeten ben. Ik had 2 missies. De eerste missie was... een A3 blok, zeg maar, waarin ik een beetje een moodboard kan gaan maken. We hebben het vorige huis hebben we het echt op platen gedaan, zeg maar. Maar ik wil het nu gewoon wat handzamer houden. En ik zag dit bij mijn moeder en ik dacht, oh, dat is wel slim. Want dan kan je gewoon in de kast schuiven en ermee weer klaar. Maar, dus dat was mijn eerste missie. En ik dacht, ik ga hier gewoon even vlakbij naar de Vibra. Daar hebben ze dat vast wel, maar dat hadden ze niet. Dus, en ik dacht, ik moet even naar de Appie voor lunch voor de komende dagen. Hey, middens. Ja. Maar goed, toen was het toch niet dichtbij. Dus dacht ik, nou, dan ga ik even naar een winkelcentrum verderop. Want daar hebben ze de Big Bazaar. Ik dacht, nou, weet je, gaan we daar even heen. Ik dacht, zal ik naar het winkelcentrum gaan met de Action en alles? Of zal ik wat dichterbij gaan, maar met dan alleen de Big Bazaar en zo. Ik denk, nou, weet je, doe ik dat gewoon, whatever. Maar goed, hadden ze het ook niet. Maar uiteindelijk bij de, wat is het, Primera of zoiets... Heb ik hem dan toch. Bij de Big Bazaar hadden ze trouwens wel alleen het schap van steeg. Dit fantastische, ik ben gek op rood. Not. Rood is echt mijn least favorite color in the world. Is dit rood dan. Maar goed, dit schetsboek gewoon met A3 vellen. Helemaal goed. Een hartstikke idee. Hè, Mittens? Laat dat liggen, heel fijn. En toen heb ik nog wel bij de Big Bazaar even... sponsjes gehaald en een gum. Nou, die zit ergens onder in de tas, denk ik. Want ik heb een potlood met een gum erop, maar dat zag je heel erg vlekken. Dus ik dacht, nou, als ik dan toch bij de Big Bazaar ben en ik zie een gum liggen, dan grijp ik mijn kans. Oh, hier is hij. Gum. Dus dat. En toen ben ik nog even bij de blokken naar binnen gelopen. Oh nee, deze heb ik ook nog van Mittens. Dit zag ik ook nog bij de Big Bazaar weer even van die machine cleaner. Voor de wasmachine, dus dat ga ik straks even doen. Maar goed, toen was ik dus nog even naar de blokker. Want ik heb wel een broodtrommeltje en een beker voor Niels voor school. Dat heeft hij van mijn schoonouders gehad. Nu bedenk ik me dat ik misschien nog wel...
gewoon iets voor water wil doen. Nou goed, anyhow. En toen dacht ik, ik moet nog even iets hebben voor de snacks, zeg maar. Dus ik zag deze in mijn least favorite color. Maar ik dacht, voor Niels is dat wel leuk, want hij heeft ook zo'n Cars van Maple. Ook zo'n Cars, hoe heet dat? Lunchtrommel. En deze was nu in de aanbieding, dus ik dacht, nou, Hans, dit is een snackbakje. Moest heel hard niet, ik ben allergisch voor de kleur rood. Nee. Met een fruitbakje, zeg maar, met een vorkje erin. Vond ik wel handig. Maar deze heeft een collegaatje van mij. Dit zijn 3 trommeltjes in verschillende maten. En die zijn dus ook heel handig voor snacks. Dus ik dacht, nou, hoppatee. Ik heb een boek gemaakt met het moodboard. En ik heb hier eventjes, ga ik alvast allemaal plaatjes in doen. En verder ben ik gewoon aan het tekenen. Dus ja. Oh, ik had trouwens een klein foutje gemaakt. Ik was moodboard aan het schrijven. Alleen toen schreef ik hier een A. Toen dacht ik, ja, dan ga ik dit niet allemaal opnieuw doen. Dus toen heb ik een letter erop geplakt. En vervolgens zat ik hier ook niet op te letten. Er zat te veel ruimte tussen. Maar goed, ik dacht, laat het gaan, laat het los. Dus ja, hier. Ik heb nu de basis. Alle patronen staan er nu in. Ik wil alleen de patroon van de tuin er nog in zetten. Op een aparte pagina. Ik maak steeds een pagina met platgrond. Daarna een lege pagina. Want op de lege pagina kan ik dan zeg maar echt het moodboard maken. Maar op de andere pagina's kan ik een beetje schuiven met meubeltjes en zo. Dat vind ik ook wel leuk. Sven is overigens ons hele huis in InDesign aan het zetten. Respect daarvoor. Maar natuurlijk heb ik een eindeloos Pinterestbord. Ik kan misschien, ik weet niet of het scherm het oppikt. Maar zitten bij vrij donkere keukens. Maar ook wel een combinatie van materialen. Nou, zo zijn we gewoon een beetje bezig. Ik heb net een maskertje opgehad. Ik voel hier een enorme pukkel komen. Dat is ook wel hoopvol. Maar ik heb net een lekker maskertje opgedaan. En Sven is goed geland. En dat zat in een mooi huis. Dus dat is ook heel fijn. En ik heb vrij weinig over de kids gehoord. Ik heb alleen een foto gezien van verkleedkleren van Niels. Maar het zal vast goed gaan. Ik ga zo nog een lekker theetje zetten en dan ga ik de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende week bij weer een nieuwe vlog. Dankjewel, doeg!